Hey, wat gezellig dat je weer naar een nieuwe video kijkt. Het is vandaag woensdag 2 november. De maand oktober is voorbij, dus het is tijd voor mijn favorieten van oktober. Ja, in deze video ga ik je al mijn lievelings alles laten zien. Van kleding, tot leuke dingen die ik heb meegemaakt, tot leuke dingen die ik heb gekregen, tot eten. Alles waar ik deze maand heel erg vrolijk van werd. En ik ga beginnen bij kleding, want ik werd er toch een partij vrolijk van. Twee hele leuke blousjes deze maand. Te beginnen met eentje die je al op Instagram hebt kunnen zien. Het is deze. Ik heb hem nu even niet mooi dichtgeknoopt, maar hij kan dus mooi dichtgeknoopt, zeg maar. En het is een blousje van de CNA. En wat ik er zo leuk aan vind, is het patroontje. Ik moet het blousje nog strijken, maar het patroontje wat er dus op zit, vind ik zo ontzettend leuk. Met al die poppetjes en fietsjes en ja, zo super schattig. Zelf draag ik... Oeps. De voorkant van het blousje is korter dan de achterkant, zoals je waarschijnlijk ook wel kunt zien. En zelf draag ik zo'n blousje het liefst bij een broek in, dat hij er een beetje uit hangt, om het zo te noemen. En de mouwen die stroop ik eigenlijk altijd op tot 3/4 mouwen, want dat vind ik bij mezelf wat vlotter staan en ook wat lekkerder zitten. En gooi ik de achtergrond naar beneden. Dat was juist zo'n leuk kaartje. Zo, die hangt weer. Een vrolijk blousje dus. Hij kost €12,90 en hij is van de CNA. En ik heb hem dus afgelopen maand gekocht. Dus ik denk dat hij nog wel in de winkel hangt. Dan nog een kledingstuk die ik trouwens ook al op mijn Instagram heb laten zien. Alleen toen was het niet heel erg duidelijk dat het een kledingstuk was. Want die foto ging om mijn nagellak. Maar dat is deze top. Hij is van de Primark. Het is een soort... ja, ook een gele top met een bloemetjesprint erop. Zwart-wit met een klein beetje donkergroen er doorheen. En wat voor mij nieuw was, is dat deze kraag, die zit een beetje omhoog, zeg maar. En ik heb zelf eigenlijk nog nooit een kledingstuk gehad wat zo'n kraag heeft. De mouwen zijn 3/4 van zichzelf en ze lopen een beetje uit. Dat vind ik dan maar niet zo mooi staan bij mezelf. Dus ik vouw ze één keertje om naar binnen. Dan gaan ze wat strakker zitten, sluiten ze wat mooier aan om mijn arm. Ja, dat vind ik toch wat leuker staan. En ja, hij loopt ook wat wijder uit, wat losser uit. En dat vind ik heel erg leuk met bijvoorbeeld een high waist jeans. Of ja, ook ergens bij in, bij een rokje in of bij een broek in. Maar ik vond hem heel erg leuk, heel herfstig. En hij lijkt iets bruiner oranje op camera, maar hij is wat, ja, wat geler in het echt. Deze was €11 en hij komt van de Primark. Naast deze leuke tops heb ik ook een aantal superleuke dingen mogen doen deze maand. Waar ik echt heel erg blij om ben dat ik het kon doen. Onder andere de workshop stempels maken van Jamila van Mila Made bij Kabinet. Daar heb ik je laatst ook al wat over verteld in een video. Ik vond dat zo super gaaf dat ik dat mocht doen. En zo leuk. En ja, ik had dat nog nooit eerder gedaan. Een stempel gutsen en een stempel maken. Dus ja, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb echt helemaal de smaak te pakken. En ik kan echt niet wachten om nog meer stempels te maken. Ik heb allemaal ideeën waar ik wel stempeltjes van zou willen maken. Maar die workshop die was echt super tof. Ik heb er een aparte video over gemaakt. Dus als je wil weten hoe dat precies gaat, dan kun je die video bekijken. En op mijn Instagram heb ik ook een aantal foto's geplaatst van hoe de afdrukken van de stempels zijn. Maar ja, dat was echt een hele toffe ervaring. Ik ben heel blij dat ik dat mocht doen deze maand. Ook kon ik dankzij Anouk van Nook San naar de Paper Passion Beurs in Tilburg deze maand. Daar ben ik samen met Jeroen geweest. Daar heb je op Jong Belegen een vlog van kunnen zien. En ja, dat vond ik ook echt heel erg leuk. Ik had van Anouk een vrijkaartje gekregen, of eigenlijk twee voor Jeroen en mij. En zo leuk om daar eens rond te kijken. Ik heb er ook wat leuke dingen gescoord, zoals gekleurde enveloppen. Een pakket met, ik geloof, 70 enveloppen voor €2. Nou, helemaal niet duur. En een inktkussentje, alvast voor de stempels die ik zelf ga maken. Want die moet je dan, ja, een soort basislaagje geven. Nou, die inkt heb ik daar alvast gekocht. Maar dat was ook zo leuk. Zoveel vrolijke mensen. Iedereen was gewoon, ja, lekker creatief, lekker vrolijk. En iedereen was al in voor een praatje. Dus ik vond dat ook echt heel erg leuk dat ik daarbij mocht zijn dit jaar. Ook ben ik afgelopen maand echt belachelijk verwend door superleuke post. Allereerst blijmaakpost van lieve Lisanne van lisanneleef.nl, Lala Liesje op YouTube. Ik kreeg onder andere van haar dit mandje. Vet leuk! Er staat hello op. En het is zo grappig, want ik zag het mandje ook bij de Quantum.
En toen dacht ik al meteen, ja, dat vind ik super leuk. Alleen ik zag hem in het groot. En die heb ik toen meegenomen voor mijn inpakpapier. En toen kreeg ik 2 dagen later van Lisanne deze. Echt zo super leuk. Dus hier was ik echt heel erg blij mee. En ze had ook op het kaartje erbij geschreven van, toen ik deze in de winkel zag, moest ik meteen aan jou denken. Nou, vet goed, want dit is echt, dit vind ik gewoon echt super leuk. Dus dat, ja, had je niet beter kunnen inschatten, Lisanne. Echt super leuk. Ze had er ook nog een aantal andere leuke dingetjes bij gestuurd. Waaronder deze Clear Stamp stempelset. Maar ik heb inmiddels ook in het zakje dus wat andere knutselspulletjes gedaan waarvan ik nog geen plekje had. Dus het komt ook zo goed uit. Want ik had een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld dit. En van dit soort stokjes. En met van die krijtborden, zeg maar. Daar had ik gewoon niet een concreet plekje voor. En ik dacht, ja, wat zal ik er nou eens mee doen? En toen kwam dit mandje. Dus ja, het had gewoon geen betere timing kunnen hebben, Lisanne. Echt super lief. Echt heel erg leuk. En ook nog een mini DIY pakketje had ze erbij gedaan. Dus de blijmaakpost van Lisanne was echt goed gelukt. De blijmaakpost van Lisanne was dus al een grote verrassing. Maar toen kreeg ik gewoon nog een grote verrassing van Saskia. Ik ken Saskia persoonlijk helemaal niet. Maar zij kijkt sinds kort mijn video's. Dat schreef ze in dit leuke herfstige kaartje. Daarom heb ik hem ook opgehangen. Ik dacht, nou, dat is wel leuk. Past goed bij de maand oktober en november en herfst. Dat kaartje stuurde Saskia erbij. Dat ze mijn video's keek en dat ze gewoon zin had om wat cadeautjes op te sturen. Echt super vet lief. En ze had het ook heel erg leuk ingepakt. Bijvoorbeeld in dit cactuspapier. Ja, ik heb het bewaard, want ik vond het zo leuk. Dit papier dus. En ook bijvoorbeeld een zakje zoals deze. En er zaten dus ook allemaal leuke dingen in. En ik dacht, nou, misschien kan ik dat nu even laten zien. En kan ik Saskia zo nog een keer laten weten dat ik het echt heel erg leuk vond. Dat ze me die leuke post stuurde. Ook van Saskia kreeg ik super vrolijke dingetjes. Zoals deze super leuke pen. Dit mooie notitieboekje. En ik denk dat ze die zelf versierd heeft. Super leuk. En ja, notitieboekjes heb je gewoon niet genoeg. Nooit genoeg. Ook kreeg ik van haar echt heel veel leuke stickers. En dan bedoel ik echt heel veel leuke stickers. Deze vogeltjes kreeg ik. Deze mooie. Deze heb je vast ook wel eens voorbij zien komen. Volgens mij de sneeuwmilk van Henriette. Echt zo vet leuk. En deze dan. Deze passen zo goed bij de herfst. Dan nog deze lieverds. En deze leuke stickers. Alsof ik gewoon vet jarig ben of zo. Ook krijg ik nog allemaal leuke kaartjes van haar. Waaronder deze. Ook voor verschillende gelegenheden. Voor als iemand geboren is. En als er iemand jarig is. En ik denk dat ze deze ook zelf gemaakt heeft. Ik vind ze echt super leuk. Echt heel erg leuk. En zoals ik je had gezien dat ik van Jip en Janneke houd. Dat heb je echt heel goed opgespeurd. En daarom kreeg ik ook nog dit notitieboekje van haar erbij. En hier ben ik al in begonnen met schrijven. Dus ja, super goed. En zoals ik al zei, notitieboekjes heb je nooit genoeg. En Jip en Janneke vind ik ook echt super leuk. Dankjewel lieve Saskia. Ik voelde me gewoon echt een beetje jarig. En ik heb het nou al een paar dagen van je gekregen. Ik heb het al een paar dagen in huis. En ik zit gewoon nog steeds te glunderen van, ah, wat super leuk. En ook de post van Lisanne, die blijmaakpost, maakt me nog steeds blij. Terwijl we inmiddels gewoon al 4 dagen later zijn of zo. 5 misschien. Ah, ik vind het gewoon super leuk. Dus dank jullie wel. Echt heel erg lief. Zoals je ziet heb ik gewoon een hele fijne, vrolijke maand gehad. En het was ook wel fijn, want aan het begin van de maand heb je misschien wel meegekregen via Instagram. Heb ik heel erg veel last gehad van mijn rug. Dat is eigenlijk ook iets wat ik een tijdje had. Het lijkt inmiddels beter te gaan, de goede kant op te gaan. Ik train mijn rug ook meer, want mijn rugspieren zijn ook eigenlijk gewoon heel zwak. Dus die moet ik goed blijven trainen. En ik heb het idee dat het nu goed gaat. Maar ja, ik afkloppen, want ja, wie weet, de vorige keren ging het dan ook een paar weken goed. En dan ineens kwam het weer heel erg terug. Of ging het een week goed en kwam het weer terug. Dus ik hoop in ieder geval dat het goed blijft gaan. Maar dit was wel echt een fijne omslag van de maand, om het zo te noemen. Dus echt heel erg leuk. En dan als laatste heb ik nog een soort food favoriet. Ik weet niet echt of het een food favoriet te noemen is. Maar je kent vast wel van die chocolate chip cookies. Super lekker. Ja, ik heb ze een beetje herontdekt. Of eigenlijk Jeroen en ik allebei. We hebben ze sinds een tijdje weer in huis. En elke keer als we dan zo'n pak kopen, dan doen we ze altijd in dit potje. Dat ziet er gewoon veel leuker uit. En op een of andere manier kan ik er dan ook wel gewoon eentje nemen. Terwijl als ik uit zo'n pak, uit zo'n plastic verpakking eet, dan moet die verpakking ook gewoon leeg of zo. En dit is, ik weet niet, het is ook zonde als het potje dan bijna leeg is. Dus dan neem je er maar eentje, zodat het er leuk uit blijft zien. Dus het klinkt een beetje raar, maar mijn favoriet is dus eigenlijk deze koekjes. En dan vooral in zo'n potje bewaren. Want ja, het ziet er gewoon leuk uit. Het ziet er lekker uit. En koekjes zijn ook gewoon heel erg lekker. Lieve mensen, dan was dit alweer mijn favoriete video van de maand oktober. En
Ik zal wel niet de enige zijn die het zegt, maar wat gaat de tijd snel? Het is gewoon november, over een maand is het Sinterklaas en bijna kerst en nieuwjaar. En dan ineens is het januari en dan word ik 24 en dat vind ik best wel een beetje spannend. Want op een of andere manier klinkt dat dan weer heel oud en gaan we richting de 25 en dan moet je ineens volwassen doen of zo. Aan de andere kant heb ik daar eigenlijk ook wel weer heel erg zin in. Dus ja, de tijd gaat ergens wel een beetje snel, maar het zijn ook allemaal leuke dingen. En ik heb het idee dat er nog wel meer leuke dingen aan gaan zitten komen. Dus ja, ik ben voor nu heel erg vrolijk. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat je het gezellig vond om weer een beetje tijd met mij te spenderen. En zondag ben ik natuurlijk terug met een nieuwe video. Weer een Sneeuwmeel Sunday deze week, want die zijn dus sinds kort om de week. Dus dan is het ene week Sneeuwmeel Sunday en de andere week een ander soort video. Maar deze zondag is weer een Sneeuwmeel Sunday en anders zie ik je heel graag woensdag weer terug voor een andere video. Of misschien een keer bij een extra video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!